Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. We spelen vandaag uit tegen Heerenveen. En we zijn al kampioen, dat weten jullie natuurlijk al. We zijn door in de Europa League, dat weten jullie waarschijnlijk ook wel. De Mainz verslagen over twee wedstrijden, allebei 2-0 gewonnen. Zowel uit als thuis. En onze volgende tegenstander, dat wordt een pittige. De kwartfinale, en we spelen tegen Napoli. Ja, ja, Italiaanse topclub Napoli, jongens. Topclub, want ze worden toch volgens mij al jaren zo'n beetje tweede, derde. Geen eerste, dat hebben we niet, maar het oppermachtige Juventus is daar aan het bewind, hè. Daar valt niet tegen op te boksen. Tenminste, dit seizoen gaat nog niet heel erg voortvarend, geloof ik, maar over het algemeen de laatste jaren Juventus natuurlijk herenmeester. En Napoli gewoon een goede tweede met een heel behoorlijk elftal. Ook al zijn sommige klein van stuk. Onze kleine Dries Mertens natuurlijk. Maar goed, daar moeten we tegen opnemen. Dus ik ben wel benieuwd. Dat worden een hele zware wedstrijden, denk ik. We spelen ook eerst thuis, daarna uit. Daar baal ik wel van. Maar goed, we hebben nu al twee keer eerst uit en daarna thuis gespeeld. Dus het kan niet altijd feest zijn. Maar goed, de beslissende wedstrijd thuis spelen is natuurlijk altijd lekker. Maar goed, eerst maar eens van Heerenveen zien te winnen. We willen natuurlijk gewoon winnen, ook al zijn we al kampioen. Winnen is altijd leuk. En dat kan gewoon, we spelen in onze sterkste opstelling. Er is niks aan de hand. Hier Meijer, onze jeugdspeler aan de bal. Die speelt omdat Bailey geblesseerd nog steeds is. En hij het beter doet dan Bilal of Berghuis. Dat is wel echt allebei wel een beetje een klein dramaatje aan het worden. Berghuis had één keer een opleving tegen Utrecht. Laatst scoorde hij en gaf hij een assist. Maar over het algemeen is het niet heel erg veel. En voor Bilal geldt eigenlijk hetzelfde. Hij is snel, maar daar houdt het ook wel vaak bij op. Ah, je Elia. Laat jij maar eens wat zien, jongen. Lekker naar binnen toe. Vilena vindt Kongolo. Kongolo gaat schieten. En daar is waar een kansje. Ik heb wel aardig wat zitten lullen, maar qua voetbal is het nog niet echt om aan te gluren volgens mij. Maar we eens even veranderingen brengen nu. Ja, Kasdorp loopt hem door, je bokkelul. Godsamme. Nieuwe rechtsback kopen. Eentje die wel naar voren loopt. En niet ineens stopt. Jurgensen. Oh, Meijer. Oh, goed meegegeven op Vilena. Vilena, wat ga je doen? Ah, die wil naar binnen. Mee. Tegenstander heeft hem door. Oh, Kongolo, je wordt zo voorbij gelopen, jongen. Hebben. Oh. Verdediging is lekker zijn mandje. Ai, ai, ai. Buitenspel en op de paal. Word ik twee keer gered. Als het geen buitenspel was geweest, had hij alsnog niet gereden, gelukkig. Maar dan komen we wel goed weg. Oi, oi, oi. Oh. Ik heb het idee dat we aanvallend niet genoeg mensen elke keer op de been brengen. Nou, een beetje hoger tempo, jongens. Hup. Zo, morgen. Pleur op, joh gek. Ja, geel. Lang nog wel zwaar terecht. Bottekin, wat doe je daar? Elia. Ja, kom je niet tot een voorzet. Op Meijer rennen. Over kleine mannetjes gesproken. Jezus, dat is die ook klein, zeg. Nou,
Meijer, je bent helemaal vrij daar. Laat eens wat zien. Goeie bal op Vilena. Vilena bereikt Van Aken. Van Aken, wow, polletje jongens. Jeetje, wat schiet hij hem weer over. Zo. Die had wat beter gemogen. Meijer dan. Nu dan. Ah! Oh! Zonde. Had hij toch weer een doelpunt kunnen maken. Sanchez dan. We hebben van jou nog niet veel gezien vandaag. Elia, jongen. Zo, wat doet die keeper? Ha! Dat is de sliding. Kom op. Zo, weg is weg. Ah, shit. Eerste helft zit erop. 0-0. Wat gaan we doen? Even doorspelen zo. Iets aanvallen, nee. Hoppatee. Ik wil winnen. Op Elia, nee, die paas is kut. Sorry. Ik heb het idee dat mijn middenveld dit vandaag niet zo goed functioneert. Waar is mijn spits nou ook weer? Echt, iedereen loopt maar ergens, heb ik het idee. Alleen niet op de goede plek. Ja, goede paas. Jammer dat Jurgensen zo traag is. Nou, Vilena. Nee! Kutmulder. Jongen. Oh. Weer niet. Shit, op de paal. Jammer. Ga ze even wisselen. Wat gaan we doen? Wie hebben we? Ik ga het zo eens proberen. Dembele er is in. Zet ik die eens op links. Elia op rechts. Je weet niet wat het met je elftal doet, hè. We gaan het trouwens proberen. Sanchez op 10 was altijd wel een verademing, moet ik zeggen. Hij is natuurlijk een plaatsje teruggezakt toen Van Aken weer terugkwam van zijn blessure. Laat het nu gewoon eens andersom proberen. Kijk, vrijheid. Elia, wat doe je? Schiet, lul. Godsamme. Van Beek. Renato Sanchez. 20 minutes of the 90 still to play. Geen buitenspel toch, jongens? Geef eens een goede voorzet. Ja, de voorzet was goed.
Kopbal was alleen een beetje matig. Ja, vrije trap. Nee, kom op. Daar gaan we eens op iemands hoofd. Ja, eindelijk. Vujinovic scoort. Het is toch wel de laatste voor wie je zo'n kopbal verwacht. Maar goed, maakt het uit. Helemaal niks. 1-0. Ha. Eindelijk. Dan zie je er zelf die vrije trap. Kopt hij hem er nog in ook. Lekker hoor. Nou, Dembele doorlopen. Lekker jongen. Geef nu een goed paasje. Ja, 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 ja. We zijn los. Van Aken scoort. Goeie bal van Dembele. Paasje hoor. Ik denk dat Dembele gewoon op links moet spelen. Wat denken jullie? Op rechts geprobeerd. We hebben een spits geprobeerd. Hij moet gewoon op links. Ik weet het zeker. Gewoon een soort nieuwe Ronaldo. Die komt ook altijd van links. Alleen nu nog scoren natuurlijk. Ja, 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 ja. Jurgensen. Redden jongen. Zo. Ik wou net zeggen. Gaan we penalty geven vandaag nog of niet? Ja, doe niks. Fuck jou, rood gek. Bam. Term. Ja, dan nog even boos ook. Dat is een behoorlijke scoringskans die je daar ontnam. Hier, twee benen, hoppatee. Ik ga verrassend doen, jongens. Het moet gewoon een keer gebeuren. Ja, ja, hij scoort zijn eerste goal. Ha! Hij scoort. 1-0. Of nee, 1-0. 3-0. Mijn eerste goal. Lekker hoor. Kijk eens wat de penalty beheerst. Onhoudbaar. Onhoudbaar jongens. Ah, ik zweer het je. Dembele komt los. Kijk, hij gaat paasjes geven. Oeh, jammer. Renato Sanchez. Ah, te zacht, te zacht, te zacht. Veel te zacht, geschoten. Dembele nog een keertje, jongen. Je kan het. Van Aken dan. Ah, jammer. Jammer. Ik heb het idee dat Van Aken en Sanchez omwisselen nog niet eens zo heel verkeerd is. Want Van Aken is gewoon aanvallend en die kan goed schieten. En Sanchez die is gewoon de hele dag in de weer. Als nummer 10. Lekker vrij lopen en zo. Diep gaan. Ik ben wel fan. Ik denk dat ik dat gewoon eens ga proberen. Nou, voor vandaag. We hebben gewoon goed afgemaakt. Dembele, man of the match. Oh, eindelijk. Hij heeft een goal en hij heeft een assist. Het is gewoon zwaar terecht. Zie je, altijd al een goede aankoop gevonden. Ik zeg dankjewel voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Later.